Ik ben Axel en welkom terug bij jouw Blocks Update. Het laatste nieuws uit de crypto en de economie, dat is precies wat hier voorbij gaat komen. Wil jij daar ook iedere werkdag als allereerste van op de hoogte worden gebracht? Heel gemakkelijk, subscribe jezelf even op onze kanalen. Dat zijn dan het YouTube-kanaal van Blocks en het Spotify-kanaal van Blocks. Voor vandaag de volgende hoogtepunten. De Nasdaq, Bitcoin Whales, Spot ETF's in Azië. Bitpanda, dat gaat stoppen met haar diensten in Nederland en de koers van Bitcoin zelf. Lijkt weer wat te borrelen, lijkt weer wat te gebeuren. En wat speelt er op de achtergrond dat hiertoe lijkt te leiden? Sinds gisteren is er weer iets gaande bij de Bitcoin koers. Hij stijgt namelijk weer tot niveaus dik in de 43, bijna tot de $44.000 aan toe. Wat speelt er op dit moment dat tot die huidige stijging leidt? Een belangrijke omstandigheid die daaraan lijkt bij te dragen is de volgende. Dat we bij Fidelity hebben gezien, een van de grote Bitcoin spot ETF aanbieders op dit moment, dat er meer geld binnenkomt dan dat er bij het GBTC, oftewel Grayscale, uitgaat. En dat is een hele belangrijke omkeer in de markt. En die lijkt dus ook bij de gemiddelde handelaar te zijn opgevallen. Dat is in ieder geval gebleken uit de data van gisteren, die is natuurlijk al volledig. Daarin zien we dat Fidelity's spot ETF een instroom zag van ruim $208 miljoen Amerikaanse dollar. Meer dan de $192 miljoen Amerikaanse dollar aan outflow die we zagen bij het Grayscale Bitcoin Trust. En dat is natuurlijk al een hele belangrijke kentering, dat die inflow dus eindelijk boven die outflow uit weet te komen. Nou, daarnaast nog iets, want de data van BitMEX die laat ook zien dat dit de laagste uitzoom überhaupt is bij Grayscale, sinds dat het is omgezet naar een ETF. Is bijvoorbeeld al zo'n 25% gedaald, die outflow bij Grayscale, ten opzichte van nog maar afgelopen vrijdag. Dus we zien daar echt een hele duidelijke, snelle afname in en dat is heel erg goed nieuws. Een kwart dus al afgenomen ten opzichte van vrijdag en maar liefst 70% lager de outflow uit ten opzichte van het absolute hoogtepunt. Dat was maar liefst $641 miljoen Amerikaanse dollar in één dag. Dat was 22 januari, dus dat gaat echt heel snel de goede kant op. Nou, James Seifert van Bloomberg, die laat verder nog wat totaalcijfers weten, zoals bijvoorbeeld sinds de start van de omzetting van het Grayscale Bitcoin Trust naar een ETF, er al $5 miljard aan outflow is geregistreerd. Dus gigantische bedragen. Niet heel gek natuurlijk als je ziet dat er in één dag op het hoogtepunt al meer dan $600 miljoen Amerikaanse dollar aan outflow was. Maar alles bij elkaar opgeteld komen we op dit moment dus op een ruime $5 miljard uit. Ja, nu gaan we dus zien dat het aan inflow toch wordt gecompenseerd op dit moment. En dat is een heel belangrijk punt waar de markt sinds eigenlijk de goedkeuring van de ETF's al op zit te wachten. Daarna hebben we natuurlijk ook een stevige daling van de waarde gezien. En je ziet ook directe effecten op de koers als dit soort nieuwsberichten naar buiten komen. Dan neemt voor nu in ieder geval die positiviteit het weer over. En weten we weer echt mooie niveaus voor Bitcoin aan te gaan tikken. Nou, of dit genoeg gaat zijn en of dat deze ontwikkelingen zich door blijven zetten, gaan we de komende tijd natuurlijk nauwlettend in de gaten houden. Maar dit is wel echt een heel erg belangrijk keerpunt voor Bitcoin. Een keerpunt dat in ieder geval één specifiek gedeelte van de Bitcoin sector al langer in de gaten lijkt te hebben. Want uit de meest recente data blijkt dat Bitcoin Whales alleen in 2024 al, dus in nog geen maand tijd, voor ruim $3 miljard aan Bitcoin hebben bijgekocht. En ja, de Whales is natuurlijk een belangrijke pijler binnen de Bitcoin sector, want dat zijn de absolute grootheden, de grootste hodlers en de grootste partijen in het Bitcoin ecosysteem. En die geven over het algemeen wel een duidelijke koers aan van, is er nog vertrouwen in de toekomst, ja of nee? Nou, met dit soort investeringen van ruim 3 miljard in nog geen maand tijd blijkt dat dus zeer zeker wel het geval te zijn. Het lijkt dus dat ze willen profiteren van de dip ten opzichte van het hoogtepunt van $49.000 dat we rondom de ETF-hype hebben aangetikt. Dat doen ze dan dus ook door in totaal netto zo'n 76.000 bitcoin extra in te kopen over de afgelopen 30 dagen. Dat is dus omgerekend naar de waarde van vandaag de dag zo'n $3 miljard. En dat betekent dat al die whales, dat zijn dan in dit geval partijen die tenminste 1000 bitcoin in bezit hebben. Dat zijn vandaag de dag zo'n 1530 partijen overigens die dus in die whale categorie vallen. Ja, nog volop vertrouwen hebben in de toekomst. En door deze laatste accumulatie van die 76.000 bitcoin
heeft deze groep op dit moment zo'n 7,8 miljoen bitcoin in bezit. Die lokale hoogtepunten waar we het net over hadden van zo'n $49.000 waren het resultaat van de positiviteit in de markt op weg naar de goedkeuring voor Bitcoin Spot ETF's in de VS. Maar Aziatische Bitcoin Spot ETF's, die kunnen we ook ieder moment gaan verwachten. We zien dat we navolging van de VS in Hongkong op dit moment grote drukte zien rondom deze financiële producten. Interesse is ook ontzettend groot. Zeker 10 financiële partijen die op dit moment voorbereiding aan het treffen zijn om dus een Bitcoin Spot ETF te gaan lanceren in Hongkong. Tot nu toe 1 concrete aanvraag die is ingediend, maar dus zeker 10 partijen die er waarschijnlijk op een hele korte termijn ook iets mee gaan doen. Blijkt uit dit bericht van Tencent News, dat hebben ze vrijdag bekend gemaakt dus, dat Harvest Hong Kong, een van de grootste asset managers in China, de aanvrager is voor dit concrete product, voor deze Bitcoin Spot ETF. Aanvraag hebben ze netjes zoals het hoort ingediend bij de SFC, de Securities and Futures Commission is dat in dit geval. En behalve deze zien we dus nog een aantal andere grote spelers, zoals bijvoorbeeld Venture Smart Holdings. Weer een financiële gigant, wel gewoon uit Hongkong zelf. Die ook hebben laten weten dat ze dus echt bezig zijn met die voorbereidingen. En als het allemaal volgens planning verloopt, zij in het eerste kwartaal nog van dit jaar, zouden ze nog 2 maanden de tijd hebben, hun Bitcoin Spot ETF daadwerkelijk willen gaan lanceren. Nou, in Amerika weten we dat het gigantisch lang heeft geduurd voordat we zulke goedkeuringen uiteindelijk hebben gezien. Jaren, vele jaren, meer dan 10 jaar zelfs. Nou, hier in Hongkong vanaf dit moment in ieder geval lijkt dat een stuk soepeler te verlopen. Want de verwachting is op dit moment, dat zijn de laatste geruchten zal ik maar zeggen, dat we rond 10 februari, Chinees nieuwjaar, de eerste Bitcoin ETF lancering al kunnen gaan verwachten. En opnieuw signaleren we grote bitcoin en crypto partijen op de reguliere financiële markten. Want wederom een grote bitcoin mining die genoteerd is aan de Nasdaq. En het gaat ditmaal om Grit met een dubbele I, groot miningbedrijf dus, die nu ook genoteerd zijn aan die Nasdaq. Belangrijke stap, ze hebben dat gisteren voor elkaar weten te krijgen, of gisteren is de handel van start gegaan op de Amerikaanse beurs, de Nasdaq dus in ieder geval. Eerder, begin januari, hadden ze deze stap al gezet en Canada. Maar ja, dit is dus wel eentje van een iets belangrijker omvang voor de gemiddelde financiële sector persoon die dat interessant vindt. Ja, Grit is dus een Bitcoin mining specialist. Ze hebben in bijvoorbeeld New York en Tennessee verschillende grote mining faciliteiten staan. Ja, daarom niet de minste, vonden de tijd ook rijp om zich op deze manier te gaan profileren. En deze stap, zo noemen ze het zelf dus ook, naar de Amerikaanse markt toe, is ook echt een hele belangrijke voor deze partij. En in dit geval, als je dat nog interessant vindt om te weten, hebben ze dat voor elkaar weten te krijgen met een zogenaamde SPAC. Special Purpose Acquisition Company, dat was Adit EdTech. En daarmee konden ze dus relatief snel die notering rondbreien aan de Nasdaq. Nou, wat zijn ze dan van plan na deze notering de komende tijd? Nou, een van de grootste en duurzaamste miningbedrijven ter wereld is het al. En die positie willen ze op zijn minst gaan vasthouden. Want ze laten ze weten, op de korte termijn gaan ze zich echt volledig focussen op het vergroten van de capaciteit. En dus ook het ophogen van de hash rate, de hoeveelheid rekenkracht dus die ze leveren aan het Bitcoin-netwerk. Dat doen ze al enkele jaren goed. 2018 zijn ze namelijk gestart. Sindsdien hebben ze zo'n 20.623 miningapparaten draaiende gestaan. In totaal weten ze daarmee 447 petahashes per seconde te leveren aan het Bitcoin-netwerk. En als het aan hen ligt, op korte termijn dus nog veel meer. Opvallend nieuws, met name belangrijk voor het Nederlandse crypto-landschap. Want een grote crypto-speler gaat zich terugtrekken van de Nederlandse markt. En het gaat ditmaal om Bitpanda. Die hebben namelijk laten weten dat het per 1 februari 2024, dat is dus nog slechts 2 dagen, stopt met het aanbieden van haar dienst aan Nederlandse gebruikers. Waarom doet Bitpanda dit? Het lijkt veel te maken te hebben met het gebrek aan registratie bij de Nederlandse bank. Want die registratie is verplicht om je diensten binnen Nederland aan te mogen bieden. Nou, die heeft deze partij dus niet. Opvallend, want het is wel een behoorlijke speler. Zo'n 4 miljoen gebruikers die ze vandaag de dag hebben.
Maar ja, dus toch niet voor elkaar weten te krijgen om die Nederlandse registratie te krijgen en gaat zich daarom nu ook officieel terugtrekken van de markt. Nou, wat zijn dan belangrijke data, mocht je bijvoorbeeld klant zijn bij Bitdata, om in het achterhoofd te houden? Nou, tot 31 januari, morgen dus, kun je handelen op het platform. Vanaf 1 februari is dat niet langer mogelijk, kun je dus geen trades meer uitvoeren binnen Bitpanda. Inloggen kan wel gewoon nog, het beheren van je account bijvoorbeeld, daar kun je allemaal nog bij, dat is dan geen probleem. Opnemen van cryptovaluta, dat kan ook nog. Maar let op 26 februari 2024 houdt ook dat op en dan is het dus echt de absolute deadline. Kun je ook niet langer je crypto in ieder geval niet op een gemakkelijke manier gaan opnemen of omzetten. En kort gezegd, zorg er daarom dus voor dat je voor 26 februari dit jaar jouw assets overzet naar bijvoorbeeld Blocks, wel geregistreerde en betrouwbare Nederlandse partij, maar dat je ook gewoon je crypto kunt onderbrengen veilig in jouw Blocksluis. En ook gewoon kunt handelen. Houd dit dus goed in de gaten. Check ook even onze Blocks overstapservice, want die is mogelijk erg interessant voor jou op dit moment. Dan is het zover. We kunnen door naar de koersen. Koersen op tradingview.com. En ja, vandaag hebben we daar zin in met z'n allen, want er zit dus weer wat positiviteit in de markt. Lijkt voor een groot gedeelte toe te schrijven te kunnen worden dus aan de grayscale outflows die echt serieus beginnen af te nemen nu. We gaan daarvoor kijken naar de Bitcoin, uitgedrukt in Amerikaanse dollarwaarde. De dagcandles om mee te beginnen, data bij Bitstamp vandaag gehaald. Gaat het natuurlijk om dit stukje, daar heb ik alvast een aantal lijnen bij getekend voor je. De beweging die we hier zagen, die was initieel naar beneden toe. Toen kwamen we uit bijna op die lijn, net boven de $38.000, het ultieme dieptepunt van het negatieve scenario. Wisten vast te houden en daarna wisten we hier 26 januari met een plus van 4,77% terug op dit belangrijke niveau boven de 40 en zelfs boven de $41.000 te komen. Die belangrijke lijn hebben we dus weten vast te houden, want de 27e testen we daar nog even op, weten we verder omhoog te bewegen. De 28e gedurende de dag ook, hoogtepunt ligt daar alweer op $42.824, toch closen we die met een 0,23% miniem in het rood. Maar gisteren weten we dat wel te verzilveren. Plus aan het einde van de dag van 3,04% maar liefst. Hoogtepunt ligt daarmee boven de 43.000, namelijk 43.305. Dat is ook het bedrag waar dat we op closen. Dus die hele dag weten we een mooie groei vol te houden. Te midden van die groei closen we de dag. Vandaag zetten we dat voort. Wat er nu nog van over is, is een plusje van 0,3%, maar het hoogtepunt ligt vandaag op $43.853. Ja, en dan komen er weer belangrijke niveaus binnen handbereik, want dan zijn we dus serieus een poging aan het doen op weg naar die 44k. En daar in die 44, rond de 44,5 ligt deze zeer belangrijke lijn. Is hier eerder een flinke resistance geweest, hier heel december is dat aan de hand geweest voor de koers, wisten ze toen dus lange tijd niet bovenuit te breken, maar ook veel langer terug gaan kijken. Dan zien we dat het ook een belangrijke lijn is. Hier, 2021, was dit de laatste grote support voordat we naar deze niveaus, rond de $64.000, wisten te stijgen. Nou, zakken we dus terug onder die lijn, zien we ook hier dat het opnieuw een support-resistance situatie oplevert. En zo gaan we daar bovenuit breken, gaan we door naar de all-time high voor Bitcoin. Dus deze lijn die heeft daar toch wel een rol in gespeeld. Na de all-time high zien we ook dat het hier februari 2022 weer even een resistance is geweest en uiteindelijk de doodsteek voor de koers. Want vanuit daar zakten we dus terug helemaal naar zo'n $15.000. Nou, dat lijken we voorlopig achter ons te kunnen laten. En we zijn dus opnieuw terug op deze belangrijke lijn. We zijn bijna terug, moet ik zeggen. Dus echt op weg naar die 44,5 en die $45.000 niveaus. Waarmee we, als we hier uiteindelijk bovenuit weten te komen, wat mogelijk niet makkelijk gaat worden, want het is dus een stevige resistance, opnieuw in de buurt komen van deze oude supportlijn. En als we daarboven terecht kunnen gaan komen, hebben we het over een hele ruime $45.000 met daaronder twee stevige ouderwetse supports. Dus het wordt weer een spannend en met name belangrijk prijsniveau waar dat we ons in gaan begeven. Voor vandaag gaan we het hierbij laten. Dit waren ze de belangrijkste nieuwtjes uit de crypto en de economie die je dus zeer zeker niet kan en wil missen. Komende week geldt iedere werkdag dat ik er gewoon voor je ben. Subscribe jezelf dus ook op ons YouTube kanaal, het Spotify kanaal.
mezelf ervan te verzekeren dat je iedere dag volledig op de hoogte blijft. Voor nu, prachtige avond gewenst. En zoals altijd, tot morgen weer. Doeg!